lieve leuke mensen van Sneeuw en Sunday. Super leuk dat je weer kijkt. Sneeuw en Sunday op maandag is weer een dagje later. Maar hier ben ik en ik ben echt onwijs verbrand. Ben ik absoluut niet trots op. En ik wil je ook even meegeven, het mooie weer is er nu echt weer. Dus smeer je goed in. Want het is zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en goed voor je huid te zorgen. En verbranden is gewoon heel gevaarlijk en niet goed voor je. Dus don't be like me. Verbrand niet. Zorg gewoon dat je goed ingesmeerd bent. Ik ben ook niet expres verbrand. Het was gewoon een hele drukke dag buiten gisteren met 65 kinderen. Vandaar dat Sneeuw en Sunday ook pas nu online komt. Maar het was wel heel erg tof en een afsluiter van het jaar van toneelles geven. Dus nu heb ik daarvan in ieder geval zomervakantie. En hopelijk wat meer tijd om meer op YouTube te focussen. Want daar heb ik super veel zin in. Want we groeien nog steeds lekker door en ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik ben super blij met jullie en ik vind het leuk dat je weer kijkt. Nieuwe aflevering van Sneeuw en Sunday dus. En ik heb vandaag iets heel leuks om je te laten zien. Ik heb hele toffe kaartjes gekregen van Irma Buwalda. En ja, zij maakt gewoon hele mooie kaartjes. Ook nog eens voor het goede doel. Je kunt ze gewoon kopen. Ze zijn absoluut niet duur. Maar ik ga je eerst laten zien. En ik vertel je alvast, er zit een flamingo bij. Ik ga je de kaartjes laten zien. Ik heb hier een stapel hele leuke kaartjes. Die heb ik gekregen deze week. Van Irma Buwalda. En Irma heeft een hele leuke eigen tekenstijl. Ik ga je zo meteen al deze kaartjes stuk voor stuk laten zien. Maar eerst wil ik je er wat over vertellen. Want Irma die heeft zelf sinds 2011 de ziekte van Crohn. En zij maakt deze kaartjes. Ze verkoopt deze in een setje van 5. Precies dit setje die ik je nu ga laten zien. En de opbrengst daarvan die gaat naar de Maag-Lever-Darm-Stichting. En dat vind ik echt heel erg tof dat ze zich daarvoor inzet. Dat ze hele mooie illustraties maakt. Het zijn ook mooie stevige kaarten. En ik wil ze je graag laten zien. Allereerst deze dus. Het poesje met een rugtas. Heel erg leuk als iemand misschien een nieuwe baan heeft. Of naar een nieuwe school gaat. Of gewoon heel erg leuk want het is een kat. Dan is het volgende kaartje een neushoorntje met een vogeltje op zijn hoofd. Ik vind deze echt heel erg schattig. En zoals ik net al zei, de kaarten zijn ook best wel mooi stevig papier. Dit vind ik heel erg leuk als een verjaardagskaartje. Zie, de kwaliteit is echt heel erg mooi van deze kaartjes. En ik vind het gewoon heel erg tof dat je daarmee dus ook een goed doel steunt. En dit is mijn absolute favoriet. Ik denk dat veel van jullie deze ook heel erg leuk gaan vinden. Ook heel erg leuk voor een verjaardag natuurlijk. Maar eigenlijk zijn al deze kaartjes zowel leuk voor een gelegenheid als gewoon op te hangen. Of gewoon voor eens een keertje. En ik vind deze ook echt heel erg schattig, deze poes. Lekker chill, lekker uitrusten met een vogeltje op zijn rug. Dus dit zijn de kaartjes van Irma en zij maakt ook meer ontwerpen. Je kunt haar ook volgen op Instagram en op Facebook. Daar zie je ook andere ontwerpjes van haar. En waar ik zelf laatst nog achter kwam, is dat ze ook een eigen YouTube kanaal heeft. En daar kan je ook bijvoorbeeld zien hoe ze bepaalde illustraties maakt. Ik laat ze je nog even zo een beetje bij elkaar zien. Ja, die flamingo is toch echt wel mijn favoriet. En deze dus. Maar ik vind absoluut, als je de kaarten leuk vindt, ik bedoel, een pakje van deze 5 kost 5 euro en daarmee steun je dus een goed doel. En je hebt gewoon zelf onwijs leuke kaarten. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje of geef haar in ieder geval gewoon een like op Facebook. Of ga haar volgen op Instagram. Want ze is gewoon heel erg tof bezig. Dus die wilde ik je graag eventjes laten zien. Ik vind ze echt ontzettend tof en nogmaals, ik vind het heel erg gaaf dat Irma haar talent om mooie illustraties te maken gebruikt of inzet om het goede doel zo ook te steunen en natuurlijk ook een doel waar zij persoonlijk ook wat mee heeft. Je kunt de gegevens van Irma vinden in de beschrijving van deze video, want ik zou het leuk vinden als je ook eens een kijkje bij haar neemt hoe ze haar mooie illustraties maakt. En ik ga vandaag ook natuurlijk een kaartje weggeven. En dat is een kaartje van Irma. Ik dacht dat jullie dat wel leuk zouden vinden. Deze kat. Want volgens mij zijn er, net als ik, veel kattenliefhebbers tussen mijn kijkers. Dus als je het kattenkaartje wil winnen, laat me dan weten in de comments dat je meedoet. En natuurlijk heb ik deze keer ook van jullie weer waanzinnig leuke, lieve post gekregen. Heel erg leuk. Van allemaal verschillende mensen. Leeftijdsgenootjes, maar ook wat jongere mensen. En ook van iemand die ook uit Leeuwarden komt. Dus dat vind ik echt heel erg tof. Ik ga het je gauw laten zien. We beginnen vandaag met deze vrolijke sneeuwmul van Esmee. En dit is haar allereerste sneeuwmul. Nou, ik vind hem hartstikke leuk gelukt. Grappig ook, deze letters. Doet me een beetje denken aan zo'n spelletje. Zo ziet hij er van de buitenkant uit. En als je hem openmaakt, dan zie je dit. Dit vond ik een heel erg leuk kaartje. Ik vind het woord awesome ook heel erg leuk. En hier achterop heeft Esmee dus een boodschap geschreven. En dan is dit de rest van de sneeuwmul. Goodies om zelf te gebruiken. Time for tea.
washi tape. Ik zie hier hele leuke samples. Dit is ook volgens mij throw a little confetti to each day of zo. Of add a little confetti to each day. Een hele leuke. Even kijken. Time for tea. Wat zit erin? Ik zie al iets met fruit. Dit is een frambozen theetje. Ik denk dat Jeroen die ook wel heel erg lekker gaat vinden. Om zelf te gebruiken is het een gift tag. Super leuk. En hier zitten nog goodies in. Laten we kijken wat voor goodies dat precies zijn. Ik vind het altijd zo zonde om dingen open te maken. Want het ziet er dan altijd zo mooi uit. En het zit zo mooi dicht. En ik wil ook niet dat het kapot gaat. Volgens mij zie ik al wat stickers. Ik vind trouwens deze tape die Esmee in de Snimmels zelf heeft gebruikt. Met een soort van sprinkles. Vind ik ook echt super leuk. Als iemand een tip heeft hoe ik eraan kan komen. Ik vind die echt heel erg gaaf. En dan verder naar de goodies die er dus bij zitten. Allemaal leuke stickers. Ik vind vooral deze gouden sneeuwmail en postoffice heel erg leuk. En hier nog wat mooie stickers. Dat is ook een leuke. En wat schattig. Oh, hoe heet deze beer ook alweer? Ik weet nog dat je vroeger in de expo had je heel veel van die beer. Had je heel veel dingen van Diddle, maar ook van deze beer. En nog een postzegelsticker. Heel erg leuk. Dankjewel voor je lieve post, Esmee. Dankjewel. De volgende sneeuwmail is deze vrolijke bloemen sneeuwmail van Sophie van 11 jaar oud. En ze kwam op mijn kanaal door een vriendin. En dat vind ik echt super leuk om te lezen. En ja, ik zou het ook heel tof vinden als je nog meer vriendinnen misschien wel vertelt over mijn video's. Alleen als je ze leuk vindt natuurlijk. Hier zat de brief in, maar die heb ik eruit gehaald, want anders weet ik niet van wie het is. En ik vind het erg leuk om te lezen dat Sophie zelf nu ook YouTube is gaan doen en dat ze mijn video's heel erg leuk vindt. Dankjewel Sophie. En ik zie hier meteen ook al theezakjes. Speculaasthee. Oh, dat heb ik echt nog nooit gehad. Die zit hierin. Wat leuk bedacht. Kan je het er zo leuk uittrekken. En hier is nog winterkruidenthee. Ik ben heel benieuwd, want dat associeer ik ook een beetje met speculaas. Oh nee, dat ruikt toch wel anders. Maar het heeft wel wat van elkaar weg. Wel lekkere geuren. Vooral voor 's avonds is dat wel lekker in de thee. En dit zit ook leuk dichtgevouwen. Ik ben heel benieuwd hoe dit werkt. Ah, oh, ik zie hier ook een soort stickertjes en zo. Kroontjes om op te plakken. Dat is ook wel leuk voor een soort princess of girl boss sneeuwmail. Allemaal kroontjes zitten hierin. En nog wat roosjes. En ik ga ook even kijken in het andere vakje. Wat leuk bedacht zo deze vakjes. Oh, en hier zit iets plats in. Wat is het? Oh, het is een stukje van die holografische tape. Die heeft zeg maar een papiertje aan de achterkant. Dus dat moet je er nog afhalen voordat die kan plakken. En ik zag nog iets. Volgens mij maak ik dit niet helemaal goed open. Sorry. Want hij kan nog verder open. Oh, er zitten nog allemaal vierkantjes daarvan in. Een soort studs om op te plakken. Wat leuk bedacht. Dankjewel Sophie voor je leuke sneeuwmail. Ook kreeg ik post in een fantastische flamingo envelop. En deze post is van Karin, die ook uit Leeuwarden komt, waar ik al eerder post van heb gekregen. Met postzegels erbij, dus dan heb ik Karin ook wat teruggestuurd. En ik vond het zo leuk dat ze me nu weer wat stuurde. Dit is de buitenkant en dit is de binnenkant. En hier zaten nog deze magneetjes. Alleen als ik ze neerleg, dan vallen ze er steeds weer af. Dus die laat ik je even loszien. Oh, heel leuk, mintkleurige magneetjes. En ik vind het zo leuk om te lezen dat Karin op zich niet heel veel met YouTube heeft. Of helemaal niet vaak op YouTube zit. Maar per ongeluk een beetje op mijn kanaal terecht kwam. En dat heel erg gezellig vond. En nu mijn video's kijkt. Dat vind ik heel erg leuk om te horen, Karin. En ook dat we toch ook wel wat dingen gemeen hebben. Leuk om te lezen. Ik vind het echt heel erg tof om te weten van, hey, wie kijken dan mijn video's? Wie zijn jullie? Want ja, ik vind het gewoon ook tof dat jullie de moeite nemen om mijn video's te kijken. Ik zie hier een heel mooi, weet je, een aquarel schilderingetje. Met een koolmeisje is het denk ik op het takje. Wat leuk. Een beetje mixed media, zeg maar. Iets geschilderd en dan gewoon een ander plaatje er weer op. Hier zit een hele leuke lieve brief in van Karin. Echt heel erg leuk dat die zo uitgebreid is. Dankjewel. Magneetjes zaten hier dus. En ik vind het zo grappig dat de vlinders of libelles, wat zijn het eigenlijk, die op de voorkant van het kaartje staan, dat je die hier weer terug ziet. Maar dan dus een beetje 3D. Ik zie hier een knijpertje. Maak hem open en er zitten allemaal stickertjes in volgens mij. Van een cadeautje, van bloemetjes, vlinder, van een mooi plantje. Wat een leuke is dit. En nog een knijpertje. Wat grappig, ze zitten ook vast aan het papier. Leuk idee. Ik denk dat dit ook stickertjes zijn of zijn het meer kaartjes?
Met verschillende dingen. Ah, een wolkje met smile. It's a beautiful day to smile. Ah, oh, wat leuk. Hello. Zoals jullie weten vind ik dat een leuk woordje. En to, from, soort gift tag. En dan is hier nog een envelopje. Even koekeloeren wat daarin zit. Oh, en ik vond het heel erg leuk om te lezen dat als ik weer een Elise Dingen meetup organiseer, dat Karin er dan ook bij is. Vet tof. En ik hoop natuurlijk meer van jullie. Oeh, sorry dat ik dit een klein beetje kapot maak. Maar oeh, wat zitten er mooie plaatjes in. Ook een beetje dat waterverf idee, hè. Plakken we die weer mooi dicht. Mooi vogeltje. Een blaadje of een veertje. Een blaadje, denk ik. En nog een bloemetje. Dat zijn ook mooi, zeg. Dankjewel. Superleuk. Dankjewel voor je lieve post en je uitgebreide brief. Ik vond het echt heel erg tof om te lezen. En we zien elkaar vast wel een keertje. Dat lijkt me leuk. Dankjewel, Karin. Ook kreeg ik deze keer weer post van Demi. En volgens mij is dit al de derde sneeuwmail die ik van Demi krijg. En dat begon meteen goed met de leuke stickers die ik herkende van de Action. Die ik ook zelf kocht en liet zien in mijn Action shoplog. En Demi kun je volgen op Instagram @stampsanywherex. En ja, superleuk. Laat ik hem openmaken en bekijken. Ik vind het meneertje zo grappig. You're awesome. Ah, zo lief. En dan maken we hem open. En hier is een brief van Demi. Superleuk. En ze heeft me dit keer ook haar adres erbij gegeven. En een postzegel, zodat ik wat terug kan sturen. Dat vind ik onwijs leuk. En altijd als iemand een postzegel bijstuurt dan... En het adres ook. Dan stuur ik graag iets terug. Soms duurt het even, maar ik vind het heel erg leuk om iets terug te sturen. Dus dankjewel, Demi. En hier zie ik nog allemaal goodies. En weer zo'n leuke sticker. Ah, die beer, die is ook leuk. Laten we het even open gaan maken. Oh, en trouwens, onder de brief zat nog een zakje thee. Altijd lekker. Rooibos honing. En dan dus de goodies. Want heb je dit ook leuk in zo'n plastic zakje gedaan. Dat je er al wel een beetje doorheen kan kijken, maar er nog niet meteen bij kan. Nou, zoals ik al zei, zo'n leuke berensticker. En die is volgens mij dus ook van de Action van dat velletje. Jippe Janneke tissues. Ah, ik vind Jippe Janneke leuk. Het zijn ook mooie kleuren. Life is like a garden salad. We each bring something different to the mix. Wat een leuke. Van een flow kalender volgens mij. You can find something truly important in an ordinary minute. Dat is ook wel zo. En nog weer Jippe Janneke. Yippie. Oh, een groene vingerstip. Een woestijncactus heeft vaak veel prikkels en een heel dikke huid. Hij is gek op zon en houdt het met heel weinig water vol. De regenwoudcactus kan juist niet tegen direct zonlicht. En heeft veel meer vocht nodig. Ik wist überhaupt niet dat je twee verschillende soorten cactus hebt. Waarschijnlijk nog wel veel meer. Het is nieuw voor mij. Goed om te weten, want ik heb een cactus waarvan ik niet helemaal weet wat de beste aanpak is. En nog een doodlebriefje. En dit is van zo'n blokje van Studio Stationery. Vet leuk. Ik twijfelde al een tijdje over dit blokje, omdat je dus ruimte hebt om te doodelen. Dus leuk, nu heb ik in ieder geval één blaadje ervan. Dankjewel, lieve Demi. En ja, ik ga jou ook wel sturen. Dankjewel. En ook kwam er nog deze envelop binnen. Bomvol goodies. Dit is in ieder geval de sneeuwmail. En dan zit er ook nog allerlei papiertjes bij. En er zit nog wat in de envelop. Nog wat stickers. Nog een washi sample. Of meerdere washi samples. En nog wat stickers. Onwijs leuk. Dit is sneeuwmail van Marieke. Die is ook 11. En nou ja, zoals je ziet, ze heeft er al heel veel goodies bij gedaan. Allemaal washi. Hier dus stickertjes. Een ijsje. Vet leuk. Er hangt liefde in de lucht. En als ik hem openmaak, dan is het meteen al een feestje. Ik vind dit zo grappig. Het is een zelfgemaakt notitieblokje. Het zijn allemaal briefjes. En het is zo'n vet schattig broodje. Ik vind toch wel eten met een schattig gezichtje. Dat werkt altijd wel. Zo heel snel heel schattig. En hier nog leuke sticky notes. Van die post-it notes. Die gebruik ik ook in mijn YouTube journal. Dus misschien leuk om ze daarin te gebruiken. Hier zat dus Marieke's brief in. En de volgende bladzijde ligt bomvol stickertjes. Allemaal verschillende. Oeh, ik vind dit wel heel erg leuk. Stickertjes en plaatjes. Want volgens mij zijn het niet allemaal stickers. En topmodel. Hey, dit is een mooie. Ik dacht even dat het een sticker was die in mijn... Binnenkort komt mijn stickerstash online en dan ben ik op zoek naar een bepaald soort sticker. En dan weet ik niet waar die vandaan komt. En deze lijkt daar een beetje op.
Oeh, dit is ook heel mooi. Hier hou ik wel van. Mooie waterkleuren en waterverfkleuren en hello en een wolkje. Leuke plaatjes. Wat is dit allemaal fijn. Wat leuk. Dingen met flamingo's erop. En dat is ook altijd leuk, hè? Althans, ik vind dat heel erg leuk. Ik had vroeger een t-shirt met van dit soort kersen erop. Dat is echt al 10 jaar geleden al trouwens. Panda, hondje, envelopje, konijntje. Kom binnen, jij stort sowieso altijd. En hier, wow, nog meer goodies. Nog meer washi samples. Ah, dan denk ik dat deze hier in het midden heeft gezeten. Allemaal washi samples, dingen voor op je nagels te plakken. Leuke washi tapejes. Ik vind dit trouwens ook wel echt hele leuke kleurtjes. Rood, oranje en geel vooral. Die twee vind ik echt super leuk. Theetijd. Een lekkere thee. Dat is altijd goed. En dan zaten er dus nog deze papiertjes bij. Of is het een poster? Ik ben heel benieuwd. Wat leuk. Een beetje zo'n galaxy print. Misschien dat je het kunt gebruiken als inpakpapier of zo. Maar het is een heel groot stuk met een soort waterverf galaxy print. Heel tof. En aan de andere kant allerlei verschillende pijltjes. Nou Marieke, jij ook ontzettend bedankt voor je leuke sneeuwmail. Ja, en iedereen natuurlijk weer super bedankt. Ik word hier echt onwijs blij van. En ik denk ook zeker dat andere mensen hier wel weer inspiratie van kunnen opdoen. Dank jullie wel! Jullie zijn zo ontzettend lief. Nogmaals, onwijs bedankt. Echt zo tof. Het maakt me zo ontzettend vrolijk. Ik vind het zo tof dat door YouTube ik dit kan doen. Video's maken over een van mijn grootste hobby's, post sturen. En dat ik daardoor ook hele leuke post krijg. Iedere keer weer. Dus nogmaals, ontzettend bedankt als je deze keer ook weer wat gestuurd hebt. Echt super lief, super leuk. En natuurlijk ging ik de vorige week ook een kaartje weggeven. Dit kaartje. Deze is van webshop Ladybug en die hebben hele leuke sneeuwmeel gelukskaartjes. Je kunt ook je eigen quote insturen naar webshop Ladybug. En misschien maakt Danielle er dan wel zo'n mooie handlettering van en wordt die ook uitgegeven op een kaartje. En dan win je natuurlijk ook je eigen kaartje. Naar aanleiding van de aflevering van vorige keer heb ik zelf ook een quote ingestuurd. Ik ben heel benieuwd of Danielle er iets mee gaat doen. Ik heb nog geen idee. Maar dit kaartje ging ik dus weggeven de vorige keer. En dit kaartje gaat naar Stephanie Walhout. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Stephanie, laat me even weten waar ik het kaartje heen kan sturen. En of je wil dat ik er iets opschrijf of dat ik een blanco laat en er een los briefje bij doe. Dan zorg ik dat het kaartje naar jou toe komt. En je kunt me dus mailen op contact@elisedingen.nl. Dan sluit ik hierbij de aflevering voor deze keer weer af. Dit keer maak ik niet zelf een sneeuwmeel, maar ik heb binnenkort wel een hele leuke tropische sneeuwmeel die ik ga maken. Dus als je die wil zien, stay tuned voor de volgende aflevering. En natuurlijk heb ik iedere woensdag en zondag weer een andere video. En wil je meer van mij, mijn avonturen of mijn sneeuwmeel zien, dan kun je me ook volgen op Instagram. Daar heet ik ook gewoon Elise Dingen. Net als op Facebook trouwens. Ik heb ook een Facebookpagina. Nou, wil je nog meer weten? Kijk gerust nog even in de beschrijving van deze video. En dan zie ik je heel graag weer terug bij een volgende video. En nogmaals, als je naar buiten gaat, smeer je in met zonnebrand. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!